De nagel aan de doodskist. Ja, dat is het laatste beetje zelfrespect wat je nog hebt. Dat halen ze hiermee weg. Het lijkt net een soort gevangenis waar je in zit. When you walk through the garden, watch your... Er is al veel gezegd over de Tweebosbuurt, een wijk die tegen de vlakte gaat, maar niet als het aan enkele bewoners ligt. Als iemand naar me toe komt die zegt, kan je me helpen? En ik kan die persoon helpen, dan ga ik dat proberen. Hoe is het om te leven in een wijk waar de sloopkogel als een zwaard van Damocles boven het huis hangt? Vandaag slaap ik bij Mustafa. Hij zet zich actief in voor de Tweebosbuurt. Hoe komt het toch dat hij zo begaan is met zijn buren? Toen mijn ouders naar Nederland toe kwamen, toen hadden we meneer De Vries. En meneer De Vries, het was eigenlijk de vraagbaak, de vraagwijzer wat we nu hebben. Probleem met de woningbouwvereniging, meneer De Vries. Probleem met de belastingdienst, meneer De Vries. Die mensen hebben ons dus geholpen. En ik heb nu het gevoel, een soort morele plicht. Ja, zij hebben wat voor ons betekend. Ik wil ook wat terug doen. Ik zou bijna willen zeggen bon appetit. Maar dan doen we het gewoon op zijn Marokkaans. Psa. In Indonesië zeggen we selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Psa. Later op de avond bespreken we veel onderwerpen. Waaronder discriminatie. Toen je wat jonger was, als je uitging, werd je wel eens geweigerd aan de deur van de discotheek. En werd natuurlijk regelmatig verteld, ja... Sorry, alleen voor vaste klanten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik me echt gediscrimineerd voelde. Nadat ik te horen gekregen heb waarom ik hier weg moest uit de Tweebosbuurt. Dat de mensen die met een lager inkomen niet meer welkom zijn in deze buurt. Dat heeft denk ik mij nog het meest pijn gedaan dan al die voorvallen uit het verleden. Tijd om naar bedje te gaan. In de ochtend lopen we een rondje in de wijk en komen buurman Ahmed tegen. Goedemorgen. Hoe is dat? Hoe is dat? Rustig, met jou? Ja, welkom. Maar waarom wil je per se in deze buurt blijven? Ik wil bijvoorbeeld niet naar de stadsranden toe, waar er mobiliteitsarmoede is, weet je, zeg maar. Hier heb je openbare vervoer, tram, metro, alles is vlakbij. Markt is hier vlakbij. Is jouw wijkje? Is gewoon onze wijk, weet je. En ik wil hier gewoon blijven wonen. Aankomende maandag moeten we naar Den Haag toe. Kan je dat even uitleggen, wat gaat precies gebeuren? Nou, dan gaan we voor de vierde keer, gaat de rechter in ieder geval proberen om te kijken of we tot een schikking kunnen komen. Ze hebben het over de ontbinding van het huurcontract. Bewoners en woningcorporatie Vestia krijgen de kans om er bij het gerechtshof samen uit te komen. Zo niet, dan gaat de zaak pas in oktober inhoudelijk behandeld worden. Opvallend, omdat de sloop voor april dit jaar gepland staat. Ongeacht wat de uitkomst is, we hebben altijd wel gewonnen. De strijd die hebben we geleverd is eigenlijk ook wel winst.